Dit is toch niet te geloven? We zitten vandaag nog met z'n allen op een zomerse dag in de tuin. En nu is iedereen drijfnat tot op zijn sokken. Nou, we zijn in ieder geval weer onderweg. Om even te vertellen dat het live is vandaag. PSV en Ajax speelden gelijk en Max Verstappen werd derde bij de Formule 1. Voor de mensen die erover twijfelen. Want ik kan me voorstellen dat als je thuis bent en je denkt het is hier prachtig weer. Is die man nu echt buiten? Het is vanavond. Oké, voor ik ga aanbellen, het volgende. Mocht je nou zitten te kijken en je denkt dat zondagavond die winsten, die wil ik best een droog trui geven en een kopje koffie. Het kan gewoon nog. Gratis meespelen met miljoenenjacht en kans maken dat ik op zondagavond bij jou aanbel. Kijk daarvoor even op onderstaande site. En ziet u nu postcodes in beeld verschijnen, speelt u mee met de postcode loterij en is het uw postcode, van harte gefeliciteerd dan. Dan heeft u een hele mooie prijs gewonnen. En terwijl ik dit allemaal loop te vertellen, loop ik inmiddels langs de hortensia's van de bewoonster. Waar ik ga aanbellen en als ik even zo spiek, dan zitten ze niet miljoenenjacht te kijken. Dat is natuurlijk heel erg vervelend. Maar aan de andere kant ook wel weer zo leuk. Omdat de verrassing dan des te groter is. Och, wat een vies weer ineens, zeg. Zien jullie al beweging, jongens? Want ik zie in de hal helemaal niks. Kijk eens even door het raam. Ja, komt iemand aan, komt iemand aan. Gaan we. Goedenavond. Goedenavond. Winstiger is dan ooit. Hallo. Van Postcode Loterij Miljoenenjacht. Hallo. Ik ben op zoek naar Hanneke. Ja, die is binnen? Is binnen. Mag ik even binnenkomen? Kom binnen. Ik ben live op televisie, is dat oké? Ja hoor, natuurlijk. Mooi, dan gaan we erin. We zijn met z'n 24'en. Kijk, pas op, kijk, kleine voetjes. Pas op, jongens. Nou, hier is ze. Kom binnen. Ga mee, ik ga jou. Oh. Goedenavond, Hanneke. Hoi. Ik ben Winston. Hoi, ik ben Hanneke. En dit zijn mijn vrienden. Oh, hallo. En een paar miljoen andere mensen. Oh, okay. Kom, ik ga achter jou. ga zitten. Oh, waar hebben jullie aan het kijken? Sorry hoor. Nee, dat maakt niet uit. Dit is de leuker aan de ene kant. Volgende week natuurlijk wel. Ga zitten. Zeker. Even de televisie opzagen. Kijk eens een mooi bloemetje. Ik sta ja, helemaal ja, dankjewel, te dankjewel. Verregen naar buiten. Ja, we zagen al wat liedjes voorbij komen, ja. Hé, ik zag hele kleine slippertjes, kindjes in huis. Ja. Hoe is jullie gezinssamenstelling? Een jongen en een meisje. Hoe oud? 5 en 8. Oh, dus die liggen heel lief te slapen. Kom er even bij zitten. Ja. Kom er even, ik schrijf er iets op voor, dan kun je erbij zitten. Anders, 5 en 8, dus die liggen lekker te slapen. Ja. En ja. Jullie zijn puzzelaars. Ja, mijn zoontje. Ja, ja, ja. Jeetje, wat leuk zeg. Ja. Jullie zaten niet miljoenenjacht te kijken. Nee, sorry. Vanavond. Hadden jullie ook genoten van het lekkere weer vandaag? Ja. Echt, hè? Ja. Ik dacht, ik had zelfs geen eens een jas echt bij me. Ik denk, dit wordt gewoon een feestje met een truitje aan. En dan gaan we vanavond gewoon met heel mooi weer aanbellen. Nou, dat mijn alles drijfnat is, maakt absoluut niet uit. Nee. Want ik ben hier vanavond om jou een cheque te overhandigen. Oké. Okay. Zijn er wensen in dit huis? Nee? Ja, het is altijd wel iets. We hebben een oud huis, dus er is altijd wel iets aan te klussen. Ja? Ja. Niks ja. Anders? Niets voor jezelf ook nog? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, ik heb alles al. Nee? Nee, joh. Jij hebt al een gelukkig gezin. Ja, ja. Jammer. Maar iets extra's zou lekker zijn. Ja, ja. En hoe lang speel je al mee met de Postcode Loterij? Heel lang. Heel lang? Ja, sinds we samenwonen, denk ik. Ja? 10 jaar of zo, 15 jaar. En 10, 15, 20, ja. Nou ja, goed, dat is ergens in midden. Hey, en waarom zijn jullie mee gaan spelen? Voor dit soort momenten dat er iemand... Ja, maar dit had ik overvalt me een beetje. Had ik eigenlijk nooit verwacht dat dit zou gebeuren. Nee. Je denkt, ik steun de goede doelen al en dat is al genoeg. Ja. Maar ja, je weet, er is ook een kans dat je wat wint. Ja, maar dat had ik echt nooit... En nu zit ik hier. Kijk eens, jongens. Ik heb een cheque bij me met een heel mooi rond bedrag. En dat is het bedrag van 100.000 euro. Nee, je niet. Nee. Serieus? Echt? Ja. Nou, dat is echt heel raar. Ja, dat is echt heel raar. Ja, dankjewel. Hou hem alsjeblieft allebei vast, want hij is voor jullie. Ja. En Hanneke, het bijzondere is, en dat moet ik even goed uitleggen. Normaal zeg ik altijd, de mensen die met dezelfde postcode als jou meespelen op dit adres, die mogen ditzelfde bedrag verdelen. Maar dat is niet zo, want jij bent met een adres aan het meespelen waarvoor je hiervoor woonde. Oh, dat klopt. Ja, hierachter. Ja. Ja. Dus die mensen die in die straat wonen en nu de postcode in beeld zien verschijnen, dat zijn de mensen, de meespelende mensen, als ze dan met de postcode loterij meedoen, die dit bedrag nog eens gaan verdelen. En dat gaan wij zo samen doen. Oh. En hoeveel mensen dat zijn en hoe blij ze zijn, dat zie je morgenochtend in koffietijd.
Oké. Okay. Oh, er mist nog één belangrijk ding. Want bij zo'n moment hoort een beetje confetti. Hele aflevering kijken? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.